En mocht je dus net als ik een kleiner huis hebben. Ik heb allemaal kussens voor als ik mijn bed een keer leuk wil opmaken. Hoe maak je een bed op? Als ik ooit een Airbnb zou beginnen, moet het wel mooi zijn. Overdag op bed liggen is echt lekker, joh. Dit is allemaal blond of ook bruiner tussen nu? Maar dat een goede stap is in de richting voor naar bruiner gaan. Hier is het echt wel bruiner, maar het grappige is dat ik het gevoel heb dat mijn buik dus platter is. Maar een anti-schuurstick voor tussen je benen. Oh, ik heb trouwens net twee naaktslakken gered. Maar die zitten nog onder mijn nagel. Jullie zien dat ze zo slijmerig waren. En dan dekseltje erop. Dit was wel een vibe geweest zo. Alsjeblieft. Ik had een plastic zak over mijn hoofd, hè, besef. Echt, alle kinderen werden natuurlijk helemaal wild van deze oorbellen. Ik hou zo van dit soort dagen die dus niet gewone schooldagen zijn. Dit lookje weer. Ik weet niet hoe het van achter zit. Ik vind mijn kinderen werken toch waanzinnig. Niet per se het voor de klas staan, maar het... Juist het, de band die je kunt opbouwen met kids vind ik zo mooi. Voor dit soort kleding is het niet warm genoeg. Dit is wel echt festivalachtig, zeg. Ja, en je hebt wel je tiet wordt dus naar de zijkant gedrukt, waardoor je hier dus een tiet hebt hangen. Rara, waar ben ik? Gewoon poep is of zo, warme poep. Niet dat ik ooit heb gevoeld dat het poep was, maar oké. Bij mij doet maar 2,5% van de mensen die kijken zijn duimpje omhoog. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben laat, dus ik ga snel naar mijn werk. Hallo, het is pauze en ik was dus heel dom, want ik had een zak... baby spinazie. Dus ik dacht, ik ga lekker salade maken. Had ik die hele salade gemaakt, niet geroerd. Alles op elkaar gegooid. Zag ik dat het nog helemaal vol met zand zat, dat je hem dus moest wassen. Dus toen heb ik alles eruit geplukt en de rest net helemaal afgespoeld met water en in een bak terug gedaan. Maar dat is nu gewoon niet lekker. Dan kan ik er thuis nog iets mee doen. Maar dat was echt sad, want ik had helemaal in plaats van brood dat lekker een gezonde salade die ik op school ging maken. Maar de avocado is wel echt niet normaal goed. Alleen ja, ik ga hem niet helemaal opeten, want dat is echt veel te veel. Dus ik weet niet wat ik hier nu mee moet doen. In een glas water zetten misschien. Dat vind ik altijd een beetje vies. Maar van de markt, echt geweldig goed. Ik leg hem gewoon hier. Ik denk dat hij dan misschien lekker tussen die natte spinazie wel goed blijft. Hoppa. En nu de kinderen halen. Trouwens mijn WK-schoenen aan, jongens. Woehoe. Goedemorgen, jongens. Ik dacht, ik ga even de zak van de kattenbak verschonen, want waarom niet? Maak ik hem open, is die hele zak los. Al het poep, al het git, allemaal. Al ellende. Dus wie komt er weer te laat? Dan wil ik jullie ook nog vertellen dat ik deze blush echt waanzinnig vind. Want hij is een hele bijzondere kleur die je nooit ziet. Die van de Action die ik had laten zien afgelopen vlog. Het gaat niet helemaal goed met het doseren. Want gisteren heb ik ook echt heel veel wat eruit kwam. En nu weer. Dus dat is een beetje een nadeel. Maar de kleur is echt... heel tof. Er zit een kleine shimmer in en hij is echt een hele mooie donkere kleur. Kijk. Ik heb echt een beetje te veel. Heel gepigmenteerd. Oepsie. Er kwam zoveel uit. Dat ook zo. Maar zie je dat het echt een hele mooie natuurlijke kleur is? En ik hou dus niet van glitter, maar het is niet echt glitter. Het is gewoon... nu lijkt het net ziek. Shimmer. Ik ga het er even een beetje afhalen, maar zien jullie dat het een mooie kleur is? Het is echt een andere kleur dan blush meestal heeft. Het is echt mooi. Very mooi. Maar je kan hem op lock draaien, maar alsnog is de applicatie niet zo chill. En deze is ook chill. Bye. Tijd voor de modeshow. Als ze in de klas komen, mogen ze meteen hun kleren gaan aantrekken. Hallo, dit was een hele goede dag. Het was echt heel leuk bij de groep 8 musical. En het was heel leuk vanochtend met... heel veel ouders waren opkomende dagen echt zo fijn. Ze hadden heel veel moeten werken. Door de school, hier door de gangen, de modeshow. Spullen bekeken, alles is ook weer lekker mee naar huis. Alle knutsels, allemaal lekker opgeruimd alvast. Heerlijk. Ik moet nog heel veel nakijken en het bord ben ik aan het maken. Maar we hebben nu een teamoverleg over volgend jaar. Ik ben heel benieuwd, want er komt weer meer duidelijkheid over volgend jaar. En morgen krijgen alle ouders al te horen wat de formatie wordt. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik ga even snel... de chia pudding uit de koelkast pakken en daarheen. Nou man, veel plezier, want deze schriften moeten allemaal verbeterd worden. Dit is echt een les. Soms denk je, oké, een foutje maakt niet uit, maar dit is echt een les waarbij dat echt zo goed besproken is dat ze het nog even morgenochtend kunnen doen. Rekenen en schrijven ook. Echt wel heel veel fouten hoor. Ik heb eventjes met rood.
Dat heb ik echt 100 keer uitgelegd. Dat je die letter dubbel moet gebruiken. Faal leuk. En alsnog hebben zoveel kinderen dat niet gedaan. Dus even verbeteren morgenochtend. Anders leer je er niks van. En dit is het bord voor mijn moeder morgen. Ja, ik dacht het is wel tijd na 2,5 maand om even mijn bed te gaan reviewen. En jullie even uitgebreid vertellen wat ik ervan vind. Ik heb dit bed dus gekregen van Bruno. En ik heb nu 2,5 maand. Ik had zelf een samenwerking met ze aangevraagd. Omdat ik alles zo goed vond klinken. Maar is het ook goed? Dat ga ik jullie vertellen. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga eerst eventjes de laatste kleding opruimen. Ik was al bezig. Ik ben bijna klaar. Het is nog voornamelijk ondergoed en sportkleding. Ik ben sowieso super blij met mijn slaapkamer. Ik heb een megakast waar ik alles in kwijt kan. Dan heb ik dus ook nog opbergruimte in het bed. Waar echt de gekste dingen in liggen hoor. Ook dingen die niet eens in de slaapkamer horen. Maar er past zoveel in dat ik dat gewoon gebruik als storage. Ideaal, echt. Ik zou nooit meer een bed willen zonder opbergruimte. En sowieso oprecht, ik zou nooit meer een ander bed willen dan een Bruno bed. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen. En hij is ook nog eens mooi. Deze broek doe ik straks aan bij sporten, dus die hang ik even hier. Wat doet een mannenonderbroek hier nou? Ik heb ook trouwens echt altijd zin om te gaan slapen omdat het bed zo lekker ligt. Heerlijk. Ik heb ook helemaal zin om vanavond lekker in mijn manifesteerboekje te gaan lezen in bed. I love it. Ik was nooit zo gek op slaap hoor. Maar ik leer het steeds meer waarderen. Nou weet je, ik heb helemaal geen zin om al die sokken nu te gaan ordenen. Doei. Zo, gewoon zo. Ik zoek ze wel als ik ze nodig heb. Hoppa. Wat ook heel fijn is, is dat mijn rug niet meer pijn doet door de nacht. Dus ik heb een slechte rug. Dat is zo. Maar het is dus niet zo dat ik 's ochtends wakker word met meer rugpijn doordat ik niet lekker in bed heb gelegen. Het geeft juist echt verlichting aan mijn rug. Het matras is top. Ik was er nog bang voor. Omdat ik dacht, ja, hybrid. Ze hebben maar één soort matras. Ik was heel benieuwd hoe dat zou bevallen voor mijn rug. Maar het is echt perfect. Perfect. Niet te hard. En zeker niet te zacht. Want ik was bang dat het te zacht zou zijn. Maar dat is het echt niet. Ik heb trouwens een kortingscode voor jullie geregeld. Dus mocht je ook op zoek zijn naar een nieuw bed. Dit bed is gewoon geschikt voor iedereen. Het past zich gewoon compleet aan jouw rug en aan de manier waarop jij ligt, omdat het dus hybrid is. Geen gedoe meer, maar moet ik een hard of zacht of wat dan ook. Echt top. Niet verwacht hoor. Ik had niet verwacht dat er überhaupt dingen bestaan die voor ieder soort mens fijn zijn, zeg maar. Ik dacht, ja, er is nooit een matras wat iedereen prettig vindt, maar ik ben echt een moeilijke klant wat betreft bedden. Perfecto. En als je even geen zin hebt om verder op te ruimen, dan gooi je het gewoon in de kast. Hoppa, weg ermee. En dan leek het me wel leuk om mijn bed eventjes op te maken. En echt even goed op te maken. Leuk, lekker wat kussentjes en zo. En jullie ondertussen te vertellen wat ik dus vind van mijn bed. En dit is geen betaalde samenwerking, maar ik heb dit bed dus wel gekregen. Ik heb gekozen trouwens voor een Opus hoofdbord. Met die knoopjes vind ik heel mooi. Vaak vind ik het een tikkeltje ordinair. Maar hier vond ik dit de mooiste. Maar je kunt ook andere hoofdborden kiezen. En ik heb de beige kleur. Ik vind hem echt prachtig. Perfecte kleur beige. Je kunt dus kiezen uit 7 soorten kleuren en je kunt het helemaal personaliseren naar hoe jij het wil. Maar ze hebben niet heel veel keuze en dat vond ik zo fijn, want ik word anders gek. Ik haak af. Als er zoveel keuze is, dan weet ik het niet meer. Dus het was heel makkelijk en helder gewoon, oké, kies je dit, kies je dit, kies je dit, kies je dit. Bedrag, klaar, leveren, klaar. Ik heb hem zelf dus in elkaar gezet. Het was heel erg makkelijk. Hoofdbord is wel handig om met iemand samen te doen. Mij is het dus in mijn eentje gelukt, maar dat is handiger met z'n tweeën. En ben je niet heel sterk, zou ik het ook met z'n tweetjes doen. Of je laat het door mensen van Bruno in elkaar zetten. Dat kan natuurlijk ook. Wat ik heel fijn vind is dat ik dacht dus dat ik topdekmatrassen niet chill vond. Want bij mijn vorige bed in Zoetermeer hadden we een topdek. En die hebben we laten vervangen voor een matras. Waardoor we een boxspring hadden met erop nog een matras. Omdat dit gewoon niet lekker was. Maar deze is geweldig. En het scheelt zoveel tijd met je bed opmaken. Ik was al begonnen. Maar ik was dus iedere week mijn bedden goed. En dat deed ik eerst niet. Omdat het gewoon heel makkelijk is om dit op te maken. Ideaal, kan aan beide kanten staan. Deze kamer is super klein. Alsnog heb ik er gewoon een 1,80 bed in. Door alle ruimte die het bed heeft, kan ik al mijn spullen kwijt. Ik kan aan beide kanten staan. Perfect. Zo lekker flexibel. Ik heb altijd zo'n hekel gehad aan je bed opmaken met zo'n groot matras. Dit is ideaal. En niet heel onbelangrijk, het materiaal waar ze mee werken is handgemaakt in Duitsland en landen daaromheen. En het is premium kwaliteit. En duurzaam. Je kunt het bed gewoon uittesten. Dus je hebt 30 dagen de tijd. Vind je het niet lekker liggen. Wat ik me gewoon letterlijk niet kan voorstellen. Kun je het kosteloos returneren.
En als je het bed wil houden, heb je 10 jaar garantie erop. Het werd bij mij dus met 2 man thuis bezorgd. Super vriendelijke bezorgers ook. Niet geheel onbelangrijk. Je weet hoeveel slechte ervaring ik heb gehad. En je kan het dus prima met z'n tweeën zou ik het lekker in elkaar zetten. Of bikkel zoals ik in eentje. Maar makkelijk. En je kunt die avond nog gaan slapen. Oh, en de verzending is trouwens gewoon gratis. En mocht je dus net als ik een kleiner huis hebben. Of ja, überhaupt gewoon graag veel spullen kwijt willen. Ga dan ook echt voor de opbergruimte, want dit is waanzinnig. Ik zal het even laten zien. Tip, hier zit een lusje. Zorg dat je die er buiten laat hangen. Want als je die laat vallen, dan zit je met je nagels te klooien. Je wil hem wel echt hieraan omhoog trekken. Je moet ook echt wel even kracht zetten, want er zit natuurlijk een heel halve bokspring die je aan het optillen bent. Ik heb hier dus van alles liggen. Een extra dekbed voor als iemand hier komt slapen. Extra beddengoed, mijn sjaals voor de winter liggen hier. Spijkerkussen. De spijkermat ligt hier gewoon ondergeschoven, want hier is ook nog plek. Ik heb een wintermuts. Ik heb allemaal kussens voor als ik mijn bed een keer leuk wil opmaken. Er is nog plek. Het ligt helemaal vol. Ik zal zo even inzoomen voor jullie. Kijk, hoppa, lusje erbuiten. Even schuiven is hier er goed. En dan heb je dus nog aan de andere kant precies hetzelfde. Hier heb ik een heel luchtbed liggen. Al mijn fotolijstjes. Een baby shower mand. Kussens, dozen, schilderijen en nog ruimte over. Ik ga het jullie zo laten zien. Waanzinnig, je kan hier zoveel in kwijt. In ieder geval kan je dus al je beddengoed en dingen hier ook lekker in kwijt. Ik ga eventjes nu mijn bed verder opmaken. Hoppa! Woehoe, heb ik nog wat nodig? Nee, jippie. Het leek me wel leuk om deze sprei misschien hier op bed te leggen. Maar ik moet eigenlijk even een mooie... Kijk, deze is ook nog steeds te klein. Dus eigenlijk even een mooie gaan kopen hiervoor. Ja, ik slaap dus super goed sinds ik hier woon. Alles is gewoon... Het huis is ook gewoon heel prettig. Ik ben lekker moe. Ook s'avonds omdat ik dan lekker werk voor de klas en zo. Maar het bed 100% draagt er ook echt aan bij. Want het bed ligt gewoon heerlijk. Ik heb wel eens gehad dat je dan in bed ligt en dat je denkt, ik kan mijn draai niet vinden. Of hij is te zacht. Of hij is zo hard dat je... schouder niet lekker in je bed krijgt als je op je zij slaapt. Het vormt zich gewoon perfect naar je rug zonder dat je dus in een soort van gat ligt waardoor je rugpijn krijgt. Het is echt perfect. Oh, dit is niet mijn kussen, dit is het gastenkussen. Zo. Deze is dus eigenlijk te klein voor dit bed, maar ik vind deze zo lekker slapen dat ik eigenlijk geen andere wil kopen. Sommigen van jullie zeiden al van koop even een mooi dekbed. Toen dacht ik, dat kan ik gaan doen voor deze video. Toen dacht ik, nee, ik heb ook een mooie hoor. Ik heb een hele mooie groene set. Maar ik ga niet mijn bed nep lopen opmaken voor dit. Terwijl ik daar helemaal niet echt onder wil slapen. Ik wil gewoon lekker onder deze slapen. Deze heb ik al sinds ik een puber ben. En het ligt heerlijk. Er zit een vlek hierop van kaars. Maar het maakt me niet uit, want ik slaap hier lekker onder. En daar gaat het om. Hoe maak je een bed op? Ik doe dit nooit hoor. Maar ik vond het nu wel een keer leuk. Oh, je doet natuurlijk je deken zo. Leer ik ook nog even wat? Ik weet het niet. Ik ga het googlen. Ik ga nu googlen hoe maak je een mooie bed op. Oh ja. Nou, dat lukt me niet. 3 lagen. Kussens. Je eentje wat overdreven. Wat nep. Zal ik het ook nep doen? Ik ga het ook nep doen. Zo. Oh, het ziet er wel leuk uit. Ik zag ook dat Joey op Instagram ook altijd zijn bed zo mooi opmaakt. Oh, wel heel leuk. Eigenlijk moet je dat vaker doen. Want dan ga je echt nog met nog veel meer plezier in je bed liggen. Kijk hoe lekker het er nu al uitziet. Heerlijk. Moet ik eigenlijk ook dit strijken. Maar dat ga ik niet doen hoor, jongens. Doei. En nu raak ik helemaal fanatiek natuurlijk. Als ik ooit een Airbnb zou beginnen, moet het wel mooi zijn. Ja, hij is te klein. Dat is wel lelijk, hè? Dan gooien ze nog zo'n deken zo over de rand. Oh ja, zo. Een bolletje. Maar dat kan je natuurlijk dan als je gaat slapen gewoon netjes eraf halen. En dan hoef je het niet steeds helemaal opnieuw op te vouwen. Qua kleurenpalet is het niet echt mooi. Het is allemaal net niet. Maar het kon slechter. En ik had ook even kunnen strijken. Maar wat ik zei, we gaan het niet nep maken. Nee. Ik strijk mijn beddengoed niet, dus vandaag ook niet. Ja, ik vind die deken wel heel random daar. Ik vind het zonde, want je ziet daardoor het mooie Bruno bed niet. Nou, ik geef het geen 10. Ik geef het een 6 of zo. Ik vind het niet geweldig, maar ik heb er niks voor gekocht. En dat vind ik leuk. Ik heb het gedaan met wat ik in huis had. En het is hartstikke schattig zo.
Deel vooral jouw leuke bedopmaaktips in de comments, want ik ben benieuwd. Ik vind het niet mooi. Want deze kleur vloekt. Hoe leuk is dit als ik zeg, jongens, ik daag jullie uit om ook je bed zo mooi mogelijk op te maken zonder daarvoor nieuwe spullen te kopen. Dat is toch leuk? Dus doe het met wat je hebt. Mocht je een Bruno bed willen kopen, dan zou ik dat zeker aanraden. Dan slaap je heerlijk. Maar geen decoratie. Doe het met de decoratie die je hebt. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat maken. Stuur me vooral een foto op Instagram. Ik weet zeker dat er een aantal van jullie zijn die dit gaan doen. Lijkt me echt wel leuk. Ik denk dat ik stiekem wel een bedsprei wil kopen. Want ik vind het toch wel heel leuk om het mooi op te maken. Nou, hoppa. Ik vind het schattig. Dit is toch schattig? Oh, die deken ligt erop. Mocht je dus ook op zoek zijn naar een nieuw bed, kan ik je 100% Bruno aanbevelen. Echt. Als het niet zo was, had ik het niet op deze manier gezegd. Het is niet omdat ik dit bed heb gekregen. Ik heb het zelf gevraagd omdat ik dit bed zo interessant vond. En ik kan je zeggen dat ik hem echt het beste bed vind die ik ooit heb gehad. Mocht je het niks vinden, kun je het dus gewoon terugsturen. Krijg je gewoon je geld terug. Geweldig. Ik hoop echt dat als er iemand is die dit bed ook gaat bestellen, dat jullie me dankbaar zijn. Omdat je denkt, Charlotte, die beveelt echt iets aan wat echt heel goed is. En ik slaap daardoor heel fijn en dat hoop ik oprecht. Gebruik in ieder geval mijn code, want dan bespaar je geld. Hier is mijn kortingscode, ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Hij staat ook in de beschrijving. En laat het me weten. En deel dus even jouw bedopmaaktips met mij. Ik vind deze zo wel goed. Ik vind hem leuk. En natuurlijk, ik ben aan het lezen nu. Hoort dit er ook nog een beetje bij. Zo, een boekie. Waar leggen we die? Zo. Mooi, helemaal zin om straks lekker naar bed te gaan hier. Helemaal zin in. Oh ja, ik zou jullie natuurlijk de opbergruimte nog laten zien. Dus die laat ik nog even aan jullie zien. En Bruno, heel erg bedankt dat jullie met mij wilden samenwerken. Want dankzij deze samenwerking slaap ik echt top en wil ik nooit meer anders. Dus thanks. Oké, dit is er dus allemaal in mijn bed. Het is echt totaal niet geordend, hoor. Ik heb gewoon van alles erin gedumpt en er past er nog maar meer bij. Dus jassen, dekens, sjaals, spijker, kussen. Zo. Echt bizar hoeveel erin kan. En ook nog de andere. Hoppa. Hier ligt dus een heel cadeaupakket, cadeautjes, bakblik, lampen, dozen, schilderijen, fotolijstjes, strijkbout. Een heel luchtbed. Echt niet normaal wat ik hier allemaal in kwijt kan. Kijk, en er is gewoon nog steeds ruimte over. Bizar. Echt bizar. En hier heb ik dan een kratje Heineken, want ik drink nooit bier voor als iemand bier wil. Zie je ook niet. Staat allemaal lekker heerlijk weggemoffeld. En dan zo dus dicht doen. Hoppa. En toen ging ik nog even een Instagram foto maken voor deze samenwerking. En toen wou ik het bed nog even anders opmaken. Want ik wilde een mooie foto maken. En daarna ging ik echt even lekker chillen, lezen, relaxen. Beetje beenoefeningen doen. Bij mij echt een heerlijk bed. Vergeet mijn kortingscode BLITS10. Dus zeker niet te gebruiken. Als je ook zo'n lekker Bruno bed wil. En ik ben heel blij hiermee. Overdag op bed liggen is echt lekker, joh. De zon schijnt. Ik kan helaas niet op de fiets, want dat red ik niet. Ik heb weer de hele ochtend gewerkt aan mijn weekvloer. Hij is bijna klaar. Samenwerkingen uitgeslapen. En nu ga ik weg, want ik heb om 14:15 een afspraak bij de kapper. En ik heb er zoveel zin in. Dus dit is mijn before. Heel veel haar. Ik wil het op zich lang houden, maar ik moet zeggen, ik vind dit niet per se minder mooi. Het mag. Ik weet niet of wat. Ja, er kan prima wat af. Ik vind het niet per se mooier als het zo lang is. Maar ik wil dus. Ik wil ook niet bruin zijn, want het is saai. Maar ik wil niet meer dit blond. Ik weet niet. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik heb het echt best wel lang nu. En het is toch nep. Dus ik denk dat ik zou liever. Ja, lowlights ga ik zeggen. Wel de uitgroei weer een paar highlights. Ik vind het denk ik leuk om van voor een beetje blond te zijn. En dat de rest wat bruiner is ofzo. Maar ik denk niet dat we een complete makeover nu gaan doen hoor. Dat heeft ze denk ik ook niet ingepland nu. Ik ga gewoon kijken wat er kan. Maar sowieso knippen. Uitgroei. En dan wil ik echt nu een keer naar bruin naartoe. Dat ga ik ook echt zeggen. Want tot nu toe, ik ben pas één keer bij haar geweest. Maar steeds, super goede kapsters. Maar het wordt steeds te blond. Het blijft, weet je, het is allemaal helemaal blond. Dus ik ben benieuwd. Ik zal jullie wel weer meenemen naar Jos. Josje, topkapper. Dank je wel, bij. Hey. Ja. Ik zit lekker buiten. Ik heb dus wat lowlight en wat highlight. Ik ben heel benieuwd. Zij laten niet te veel lowlights doen, want voor hetzelfde geld wordt het weer de kleur die je niet wil en te warm. Ik ben benieuwd. Ik dacht ik ga lekker buiten zitten, want er is een zonnetje. Oh ja, ik denk al, er waren toch meer foto's, maar die zitten erachter verscholen. Heeft iemand iets tegen kaalheid voor hondjes? Waar is Beer dan kaal? Bij zijn kont. Ja. Heb je een kale kont? Ah, oh, ook echt ervoor gaan liggen.
Lekker met z'n kont in de airco. Wow, nou, paars. Ja. Een keer wat anders, toch? Dan heb je hoeveel... Dit is allemaal blond of ook bruin ertussen nu? Nee, ook bruin. Maar dat daarboven is... ook? Nee, alleen aan de onderkant. Oh ja. Voor het natuurlijke effect. En die paarsen zijn alle blond, hè? Ja. Kijk, hier komt donker. Let op. Ja. We hebben dus even een paar om te testen. Wat dat gaat doen, omdat het vorige keer dus heel geel werd bij mijn vorige kapper. Hallo, ik zal jullie thuis even goed het eindresultaat laten zien. Het is nu helemaal stijlgefeund, dus meestal zie je pas als ik het dan weer zelf heb gewassen en hoe heet het? En dan laat drogen, dan zie je nog even beter het contrast, want het is nu natuurlijk helemaal gefeund. Er is best een stukje af, maar ik vind het perfect. Er zat hieronder eigenlijk zo'n lang laagje nog en die is er eigenlijk af. Het is nog steeds heel lang, maar ik vind het veel frisser. Van boven is het echt nog best wel blond, de aanzet. En dan heeft ze dus ook dit wat lekker wat korter. Van onder best wel wat bruine lowlight. En dan gaan we even kijken hoe dat uitpakt. Ze zegt wacht even 3 maanden. Dan weet je zeker of deze kleur dus voor jou goed werkt. Of dat het te warm wordt. Want ik hou niet van warm. En dan kunnen we dus meer bruin gaan doen. Dus ook hier. Dus we hebben het nu voor de veiligheid in de onderkant gezet. Dus nu ben ik in principe van boven juist wat blonder. En onder iets bruiner. Terwijl je het juist andersom wil. Maar voor de veiligheid dus onderin uitgeprobeerd. Best wel bruin hier. Dus ik hoop dat het mooi blijft. En dan kan ik dus langzaam wat meer bruin gaan toevoegen. En dat is dan eigenlijk ook precies goed voor de zomer. Nu nog wat blonder. Het is ook veel minder hard nu de uitgroei. Zij doet het altijd wel heel subtiel hoor. Het oog nu hier heel blond. Omdat ze hem altijd heel goed aanzet. Zodat je niet zo'n rand krijgt. Zoals bij sommige kappers. Dus waarschijnlijk over een weekje is dit al wat minder. Nu ben ik echt mega blonde hier. Ze heeft het weer heel mooi gedaan. Ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat worden. En het is ineens bloed en bloedheet. Niet normaal. Ik ga heel eventjes langs de Maxis, nu ik daar toch dichtbij ben. En dan naar huis, want ik moet nog eventjes de samenwerking aanpassen. Van Lufbo. Die vlog hebben jullie al gezien. En mijn vlog nog even afmaken. En dat wil ik eigenlijk voor ik ga Kangoo jumpen. Want daarna ga ik natuurlijk WK kijken. Ik hoop dat ik kan hula hoepen, maar ik zit nog steeds onder de blauwe plekken. Dus ik ga even kijken. Als het te veel pijn doet, ga ik het niet doen. Het is nu 5:30. Of 6:30, 7:00. Over 2 uurtjes moet ik weg naar Kangoo Jump. Dus heel kort langs de Maxis en dan snel naar huis. Het is bijna 6:30 en ik ben nu pas thuis en ik heb een zware inkakker. Ik moet over 1/2 uur weg. Ja, mijn haar, wat kan ik verder nog over vertellen? Ik denk dat je het eerste op zich niet echt wat ziet. Maar dat het een goede stap is in de richting voor naar bruiner gaan. Hier is het echt wel bruiner, maar ik moet nu ook opschieten. Het is nu helemaal stijl. Dus dan vind ik het ook normaal is mijn haar natuurlijk niet zo stijl. Ik moet heel erg gaan opschieten, want ik moet over 1/2 uur weg. Ik heb echt geen zin. Ik stort ineens helemaal in. Zo raar weer. Maar ik zit nog steeds in de laatste dag van de nijsessie ontwenningsdingen. Oké, time to go. Ik moet hoge sokken aan. Ik heb geen tijd om ze goed te doen. De les begint echt over 3 minuten. Ik ben echt veel te laat. Dus ik ga snel mijn fiets stappen. Wat was het weer? Gehoppeld echt, hè? Jumped. Hey. Daar ben ik weer. Daar ben ik. WK gaat bijna beginnen. Ik heb heel goed gekankeljumpt. Het was de eerste keer dat ik het... Nou ja, ik kon het beter bijhouden, laat ik het zo zeggen. Want conditie, het is echt een zieke conditietraining. Ging beter. Ik kon alle pasjes meedoen, omdat ik echt het dansje wat ze doet ook kon onthouden, eindelijk. Omdat ik dacht, ja, dat is heel fijn. Ik had sowieso eerst dus niet de goede schoenen, ze waren en te wijd. En ze veerde te erg, waardoor je dus zo erg naar beneden gaat, dat je, zeg maar, je moet... Stel, je moet even heel simpel jump, 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 jump. Dat ritme, maar jij zakt heel diep de grond in. Jump, jump, dan kom je, snap je? Jump, 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 jump. Dan lukt dat niet. Dus ik had vorige week deze schoenen aan het einde en die waren dus wel goed. Maar daar jump je dus minder op, dus je voelt je minder licht. Dus toen ik die vorige week ging gebruiken, dacht ik, oh my god, ik voel me echt een zak steen. En dat was wel oké dit keer. Helemaal kapot. Gewoon 3 flessen water ook. Echt geweldig eigenlijk, want ik drink veel te weinig. En toen heb ik hula hoept. Gewoon door de pijn heen gegaan. Af en toe ging het iets beter, maar soms dan daarna lukte het weer totaal niet. Gewoon lekker blijven oefenen. Toen heb ik nog een heel klein beetje kracht gedaan. En nu ben ik thuis. Gaat het EK zo beginnen. Ik ga denk ik in de pauze douchen of nu even snel. En ja, het was heel erg lekker. Het grappige is dat ik het gevoel heb dat mijn buik dus platter is. Maar
op de weegschaal is er niks af. En ik ben ook niet zwaarder door het trainen, dus nou ja, het zal wel. Maar door die nijsessie laat ik trouwens van alles los, merk ik. Eventjes too much information, maar ik ben geen scheten later. Deze week. Zij zegt ook dat het moet daardoor komen. Ja, logisch. Je laat los, je laat los. En heel veel buikpijn gehad. Heel veel pijn in mijn buik. Morgen zou ik beter moeten gaan. Ik voel me nu goed. Dus ja, fijn. Ja, Poesie, ik ben echt zo'n oude vrijster die met haar kat het WK gaat kijken. Ik vind het helemaal prima. Mijn broertje vroeg of we bij hem kwamen kijken, maar ik vind het gewoon... Ja, het is al 9 uur. Ik vind het wel lekker, lekker thuis. Ik moet ook gewoon nog editen. Ja hoor. Geen internet nu. Oh, bijna. Hi schat. Aanhankelijke poes. Zo, ik had trouwens gisteren... Normaal neem ik ze dus door de week zien, maar ik had dit genomen. Ik werd zo moe na een uur. Ik kon niet meer, want ik was dus... Ik dacht, ik ga het eens testen om het op een andere dag te nemen. Ik moest slapen. Heel goed geslapen trouwens. Maar ik ga even mijn collageen nemen. Ik had hier een samenwerking mee in mijn vorige vlog. Ik hoop dat jullie dus ook enthousiast zijn, net als ik. Hebben besteld en natuurlijk blij mee zijn. En dat het bedrijf daar vaker met me wil samenwerken. Want ik vind het echt top. Ben benieuwd. Heel lekker. Dit is nu dus geen samenwerking, maar deze neem ik dus elke dag. Maar dat heb ik in de vorige vlog al verteld. Even kijken of ik nog iets moet laten zien wat ik heb gekocht. Eeuw, allemaal kattenkwel of zo. Poesie. Deze om in mijn oren te hangen. Maar meestal zijn hier vandaag, gatver, dit is heel vies. Ze heeft geluid. Ja, zij heeft dus die plastic likziekte. Ik heb deze gekocht. Voor, poes. Het thema snoep. Ik dacht, ik ga gewoon even mijn haar helemaal leuk doen en mijn sieraden. Want ik heb geen kleren. Dit vond ik toepasselijk om lekker zo'n grote kauwgombal te blazen. Oh, ik had zalm gekocht. Hele dure, die ligt nu al de hele tijd buiten de koelkast. Nou ja, het is gerookte zalm. Snoepkettingen om helemaal om te doen. En nog kerstensnoepjes. Ik dacht misschien leuk om nog, weet ik veel, ook in mijn oren te hangen. Anders lekker uit te delen. Het thema is dus snoep. Niet snoep eten, maar goed, wel snoep. En ik zag dit leuke brillenhoesje en ik heb altijd mijn zonnebril los in mijn tas bij de Kruidvat. Dus ik dacht, ik ga die kopen. Bij de Action heb ik nog glitters. Ik dacht, misschien kunnen mijn collega's, mama en ik, nog even wat leuks doen. En ook roze glitterspray van de Action. Leuk voor mijn haar of zo. En, nou, over snoep gesproken, ijsjes, clipjes. Dus ik ga mijn haar even helemaal leuk doen of zo. En ik zag iets heel tofs. Zo'n anti-schuurstick voor tussen je benen. Zo, ik vind gewoon bij mezelf denk ik, ja, mijn benen schuren als ze te dik zijn. Ik heb er tegenwoordig wel minder last van dan vroeger. Maar ik was wel benieuwd. Want dit kan je dan dus, ik denk een soort deo. Voor het eerst bij de Action was er een sticker op om hem te sealen. Waardoor ik hem dus niet kon ruiken of zo. Bekijken. Ik denk dat het gewoon een soort deo is. Een soort talpoeder, ik weet niet, maar het ruikt heel lekker. Die kan ik een keer gaan testen als ik een kort broekje draag. Want onder een jurkje draag ik nu altijd een broekje, dus dan heb je er geen last van. Poesie, nee, stop met die obsessie alsjeblieft. Het is heel irritant. Mijn kapster zei, als je zelf je haar knipt, de plukjes voor, doe dan met een nagelknipper. Dus die heb ik gekocht. Weer even een bruine poeder, gewoon een goedkope. Omdat mijn bruine poeder bijna op is. Poesie! Vuilniszakken neem ik altijd mee bij de Action, want voor je het weet zijn ze weer op. Watjes en bananen heb ik niet gegeten. En als je bananen in je tas laat liggen, gaan ze er zo uitzien. Zonde. Ik wil eigenlijk kijken of ik nog van die roze verfspuiten had of zo. Om mijn haar in mijn haar te spuiten of iets. Ik kwam natuurlijk zo overhaast thuis. Ik was alweer vergeten. Ik was helemaal overhaast. Maar nu voel ik me weer helemaal heerlijk. Pistachenoten waren in de aanbieding. Een grote zak. Maar toen heb ik de normale zak gekocht. Maar alsnog was het maar 2,50. Ik vond het wel lekker toen over die salade. Dit is waanzinnig. Ik dacht misschien ga ik als avondeten nu dit eten. Van die wijnbladeren. Van die ingemaakte knoflookteentjes zijn echt mijn obsessie. En ik vond dit wel leuk voor een keer een borrel van die gevulde pepers. Vaak vind ik die kant-en-klare heel vies. Maar van de Lidl Griekse Weken wou ik ze wel proberen. En dit heb ik gekocht voor als een keer iemand weer komt logeren of zo, dacht ik. Of als cadeautje. Ik weet niet, ik vond het er zo leuk uitzien. Niet voor mezelf, want ik hou er niet van, maar ik vond het wel leuk. Wasabi saus, geen mayo, dus de calorieën zijn onder de 300 per 100 gram, dat is goed. En nu ga ik WK kijken, mazzel. Kom Poesie, we gaan WK kijken. Heb je iets oranjes aan, Dikkie? Te pakken. Ik hoop dat ze het gewoon leuk gaat vinden. Ik vind ze het heel vervelend, jullie. Ik vind het gewoon schattig. Maar...
Oké, het is wel eners nog wel heel erg balen. Want het, vorige week was het me volgens mij gelukt om dat niet meer te doen. Maar mijn vlog is helaas nu net pas klaar. En hij staat ingepland, maar ik moet nog toestemming krijgen voor een van de samenwerkingen die erin zit. En daar is het dus... Ze zeiden dat ze om 2:00 s'nachts in mijn tijd gaat kijken. Want dan is het bij hun dus denk ik 9:00 s'ochtends of zo. Dus dan moet ik nog even een wekkertje zetten om te checken of het oké was. Als het niet oké is, dan heb ik dus een versie. Ben ik nu aan het opslaan waar die samenwerking niet in zit. Maar die moet ik dan ook nog uploaden. Dus dat is een beetje balen. Maar ja, je kunt het niet online gooien voordat je de toestemming hebt gekregen. Ik heb net gedoucht. Ik ga dus nu slapen. En Nederland heeft verloren. Echt heel jammer. Wow. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik heb hem een beetje te sterk gemaakt. Dat is een beetje zonde. Dus ik ga hem even overschenken. Wel mooi. Ik dacht, hé, komt eindelijk dit jasje een keer van pas die ik nog nooit aan heb gehad. Hij is zo stug als wat. Want dit vind ik wel een snoepjes outfit. Een beetje spekjesachtig, maar het wordt morgen dus 17 graden. Dus ja, sowieso vind ik een kort broekje voor school altijd heftig. Nou ja, voor zo'n speciale dag kan het nog wel, vind ik, maar dan moet het wel warm zijn. Ik was de hele tijd aan het experimenteren met make-upjes en glitters en dingetjes, maar de camera was leeg. Dit jasje is zo stug. Misschien moet ik het wassen, maar ja, dit is denk ik gewoon te koud. Ik heb dus allemaal leuke spekkleurige topjes. Ik heb zo'n persiekleurtje, wit, roze, allemaal spekkie kleur. Maar ja, je kan natuurlijk maar één topje aan. En dit broekje vond ik ook wel snoeperig. Is dit normaal dat iemand zo schattig is? Of vinden jullie dit normaal? Ik niet. Dan moet ik maar dit aan en ben ik. Ik dacht eerst een banaantje, maar door dat zwart is het meer een Engels dropje. Vind ik zoveel minder leuk. Maar ja, de blouse heb ik nog nooit aangehad. Omdat het een soort linnen is en het jeukt. En hij was altijd heel groot, maar nu niet meer. Ja, dit dan maar. Ik vind geel niet per se heel leuk bij mezelf. Maar daar gaat het niet om. Maar ik vind het ook niet per se een superleuk snoep outfit. Ik weet het anders niet hoor. Engels dropje, yippie. Oké, time to go to Zumba. Bye. Dat was heel lekker. De conditie wordt steeds beter, dus dat is fijn. Wow, dat was echt goed. Ik heb nog eventjes 3 oefeningen gedaan, daarna met krachttraining. Maar heel kort, want het is 9:30 en ik moet om 6:00 op. Dus ik moet eigenlijk over 1/2 uur slapen, want het gaat nooit lukken. Dus ik ga even die sleepgummies nemen en dan hoop ik dat ik voor 11:00 slaap. Ik hoef niks meer te eten, ik ga even douchen, tanden poetsen. Meteen daarna naar bed. Ik hoop dat het lukt, dat doe ik echt nooit. De kattenbak stinkt dus alweer. Ik word er gek van. Ik, arme poesie, normaal ga ik nu lekker met haar chillen. Ik ga nu dus die sleeping gummies nemen. Mijn magnesium nemen. Ik heb trouwens ook daar magnesium besteld nu. Want ik vind die gummies echt veel chiller. Ik heb nog meer dingen daar besteld met mijn eigen code. Ik ben heel benieuwd trouwens of jullie het hebben besteld en wat jullie ervan vinden. Dit is dus geen samenwerking nu meer. Maar ja. Oh, ik heb trouwens net 2 naaktslakken gered. Maar die zit nog onder mijn nagel. Jullie zien dat ze zo slijmerig waren. Poesie, waarom stinkt het steeds? Gadver, die slijm. Dit weekend komt H. Dit is letterlijk het eerste weekend, volgens mij sinds ik dit huis heb. En misschien ook sinds het uit is. Dat we echt een weekendje hier hebben met z'n tweeën. Zonder klussen en dat soort dingen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb net het vuilnis weggegooid. Ik wou zeggen, het is wel jammer dat mijn huis is niet heel netjes. En morgen hebben we dus... Zien jullie mij eigenlijk? Ja. Morgen hebben we dus van 8 tot 12:30 meesters en juffendag. Dan, omdat het mij niet mijn werkdag is, mag ik wel naar huis. Ga ik me lekker omkleden. En dan vanaf 4 is het zomerfeest. Tot weet ik niet. En mama en ik hebben dan bardienst samen gekozen. Van 5 tot 6. Dus dat lijkt me heel gezellig. Ik ben benieuwd of ze ook alcohol serveren. Omdat dat zomerfeest vorige week hadden ze alleen maar frisdrank. Ik denk dat ze wel alcohol doen. Volgens mij. Ik weet het niet. Ik vind het wel altijd gezelliger. Dan is iedereen toch gezelliger. Maar ja, ze moeten wel ook op hun kinderen letten. Ik las ook in de brief van naar de ouders dat ze dus ook echt zelf op hun kinderen moeten letten. Omdat de leraren die dag dus bezig zijn met de organisatie van het feest. En niet per se als doel hebben dat ze de kinderen in de gaten houden. Net als op een normale schooldag. Dus dat ouders zelf verantwoording moeten hebben over hun kind. En dat hoeft normaal natuurlijk niet op school. Dus als een kind wegloopt van school, onder schooltijd, dan is het natuurlijk onze verantwoordelijkheid. Maar nu is dat dus even ook de ouders kant.
verantwoordelijkheid. Waarom zei ik dit? Oh ja. In betrekking met alcohol. Ik weet niet of er dus alcohol is. Ja, ik ging 2 naaldslakken rijden, want op weg naar de sportschool hadden ze 1 kant helemaal gesnoeid. En ik zag dus allemaal naaldslakken, nou ja, 2 en 1 uitgedroogde, oversteken. En toen dacht ik, ja, die is dus van de gesnoeide kant, probeert je naar de overkant te komen. Er hoeft maar 1 fietser aan te komen en je bent dood, terwijl je al misschien 24 uur aan het kruipen bent. Dus die heb ik gered, maar ik schrok van hoeveel slijm er kwam. Ik kreeg het er gewoon niet af. Ik heb mijn water erop gegooid, het ging er niet af. Nu ga ik douchen, pillen nemen en dan in bed liggen. Ik ga maar mijn manifesteerboekje lezen. Dan lig ik in ieder geval rustig in bed. Want ik moet dus over 8 uur op. Mijn wekker gaat om 6 uur. Ik weet nog niet wat ik aandoe. Ik weet nog niet hoe ik me ga opmaken. Ik heb nog geen eten gefixt vanmorgen. Niks. Dus ik moet echt om 6 uur op. Dus ik zie jullie morgen. En ik wil het liefst dat ene outfitje aan wat ik jullie liet zien. Oh, ik heb dat jasje gewassen. Ik dacht misschien wordt hij dan wat minder stug. Dus dat heb ik in de droger gedaan. Ik heb sowieso een wasje in de droger, bedenk ik me nu. En meestal is hij niet in 1 keer droog, dus ik ga de droger ook nog even aanzetten. Nou, ja, ik hoop dat ik morgen wat kan vloggen over het zomerfeest, omdat het zou wel heel leuk zijn. Ik stuurde trouwens naar mijn kapster van, ik wil echt meer bruin, maar jeetje, ik ben nog steeds zo rood. Ze zei, wacht alsjeblieft, want als het oranje wordt, dan heb je heel erg spijt. En daarom word ik wel steeds roder te worden. We hebben het expres aan de onderkant gedaan. Maar ik heb heel veel zin om het morgenavond te gaan wassen, want het zit nu gewoon niet mooi. Het is helemaal een soort raar stijl en plat. Dus morgen ga ik glitters in mijn haar doen, dus ik dacht, ik ga het lekker na dat feest wassen. Misschien wel tussendoor. Dat zou lekker zijn, zeg, als ik dat red. Maar dat weet ik niet. Doei! Ik heb gedoucht en in plaats van te slapen heb ik dit jasje geknipt. Dit jasje wat echt meer dan 150 euro kostte. Maar ja, ik draag hem nu niet en nu is hij minder lang. Dan vind ik hem leuker. En de mouwen er ook af. Ja, het is misschien zonde, maar ik wilde hem niet verkopen. Daar vond ik hem te leuk. Ik heb hem dus nu al, ja, 2 jaar of zo. En hij is zo stug en nu is dat lompe. Het is een beetje gaat dragen, dus dat is wel tof. Het is gewoon zo dik en hard en zoveel stof en zo lang. Omdat het natuurlijk een mannenjasje is. Dus nu is hij gewoon wat vlotter. Nou, weet ik alleen niet of ik hem dus morgen aandoe. Het enige wat een beetje zonde is dit. Oeps. Hij is dus dubbel gevoerd hier blijkbaar. Huh? Why? Waarom? Is dit zoveel? Misschien kan mijn schoonmoeder dit nog een keertje dichtmaken. Dit is niet heel slim. Maar, oké. Okay. Hier zit dat niet. Ik weet niet. Wat is dit? Zit hier een zak? Er zit toch geen zak in? Oh, oeps. Oh mijn god. Er zit een zak in die ik heb opengeknipt. Ja. Nou ja, dat moet maar dichtgenaaid worden dan. Ja, ik vond het gewoon heel irritant. En nu niet meer. Gaat ze weer? Zou ze weten dat ze heel erg schattig is? Weet jij dat van jezelf? Weet je van jezelf dat je heel erg schattig bent? Weet je dat niet? Kusje? Ik ben zo ontzettend lief voor jullie. Ga je later naar bed, schat? Ga jij maar schattig zijn. Dat ben je. Je bent lief en schattig. Je bent heel mooi dik geworden. Ja. Goedemorgen. Oh, leuk. Nou, dat was top, aangezien mijn matcha echt 30 euro is. Heel duur. Echt gestort, ik weet het. Ik ga even chia maken. Ja, dat is niet wat ik me aandoe. Ik weet het diep van binnen wel. Want ik weet diep van binnen gewoon dat het te koud is. En dat ik dat lange aan moet. Maar ik keek het terug en ik vond het best leuk hetgene. Maar dat andere ga ik gewoon nooit van mijn leven anders dragen. Oh nee, nu al geschimmeld. Van boze. Ik word een beetje gek van die TikTok-trend met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want er is zo'n meisje. Die doet het in alle talen. En ik ben dus op 6. En als ik dus gewoon niks aan het doen ben, ben ik de hele tijd dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aan het doen. Oké, okay. Ik moet er heel veel frambozen in doen, want anders zijn ze niet meer goed. Ik kan geen Spaans, maar dan doet ze zo van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo. Of zo, yo. Of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar zij doet het meer zo van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Nou, zonde. Ja, je moet als je dit dus bestelt of koopt het meteen gebruiken en niet pas na 2-3 dagen. Die hele zachte vind ik gewoon echt heel vies. Dan ben ik ook bang dat het schimmel is.
Maar ik gooi hem dus helemaal vol, want anders kan ik de rest gaan weggooien. En dan dekseltje erop. Ik ben nu dus eigenlijk heel lang aan het doen over dit soort dingen. Waardoor ik dus straks geen tijd ga over hebben voor waarom ik 3 kwartier eerder op ben gestaan. Eten jullie echt van die hele zachte geplette blauwe bessen die eigenlijk overrijp zijn? Ja, ik vind het vies. Ik vind het ook zonde om ze dan van tevoren in te vriezen. Want dan kan je net zo goed bevroren blauwe bessen kopen. Zo. Jo. Ik ben benieuwd wie van jullie de trend kennen. Want ik heb ook volgens mij best wel veel oudere volgers die denk ik echt niet dat kijken. Maar ik weet het niet. Maar er is één zo'n meisje die dat doet. Zij is zo sexy. Niet normaal. Zegt ze, okay, now in Spanish. Zij is echt knap. Okay. Ik ben er ook klaar mee. Oh, trouwens. Ik kon wel slapen, maar het duurde wel iets langer. Want gewoon, ja, het was gewoon echt de nacht ervoor, joh. Want jullie willen trouwens niet weten dat die vlog. Ik heb het om 7:45 nog zitten doen. Ik ging om 2 uur pas slapen. Dus ik heb ook tot heel laat geslapen gisterochtend. Dus het was, ik ben echt blij. Ik ben zeker voor 12 uur wel in slaap gevallen. Nou, kan niet anders dan door die gummies, hoor. Anders was me dat echt niet gelukt. Nope. Oh my god, ik lijk nu op Ken van de Barbie film. Op een of andere manier, waarom is dat? Maar ja, dit jasje wordt het dus waarschijnlijk niet. Deze broek vind ik gewoon heel lelijk, anders had dit gepimpt. Maar ik vind het echt heel lelijk staan. Nee. Dit was wel een vibe geweest, zo. Nee. Ik vind gewoon, ja, ik hou niet van dit soort broeken. En ik vind het ook niet per se een hele goede match. Ik vind deze wel beter dan die roze. Bijna was ik voor het andere gegaan. Ik heb het echt 2 keer aangetrokken. Maar het roze broekje zit ook net een beetje strak. Ik denk, nee. Toen dacht ik, ja, het is maar 4 uurtjes, dus boeien. Maar toen dacht ik, nee, het is koud, het zit te strak, laat het los. Dat vind ik altijd moeilijk. Als je echt een leuke optie hebt, en je weet diep van binnen, het wordt hem niet, maar je wil het. Nu heb ik dus 5 minuten om op te maken. Omdat ik zo lang bezig was, echt. Loser me! Ik heb ook nog niet gegeten. Maar dat doe ik nooit. En ik heb wat glitter in mijn haar, dat zie je niet. Het zit vooral op mijn gezicht nu. Ik dacht, ik ga niet glitter op mijn gezicht doen. Ik heb gisteren een beetje te experimenteren, maar dan zit ik helemaal onder de glitter. En nu hoef ik tenminste straks niet te douchen. Anders moet ik helemaal vanmiddag alles eraf gaan halen en gedoe. Nee. Dat gaan we niet doen. Maar dit is wel heel leuk. Oké, nog even een lipglossje en dan ben ik klaar. Maar ik dacht, ik kan het jasje hier ook overheen doen. Ja, het is niet mooi, maar boeien, neem ik hem in ieder geval mee. Ik vind dit en zo in ieder geval allemaal heel erg leuk. Oké, zo dan. Ik heb een beetje roze lipgloss. Leuk toch? Ja, dat jasje doe ik waarschijnlijk zo uit. En dan leuk. Ik heb echt best wel veel bruin poeder op, maar ik dacht vandaag mag het. En ik heb eigenlijk ook geen tijd om wat bezig te doen. Oké. Let's go! Kijk, bij deze look is het jasje gewoon heel clownsachtig. En bij die andere look was het echt een mooie match. Maar we laten het los. Ik ben. Het enige wat jammer is dat mijn hele hoofd onder de glitter zit. Echt all over the place. Jullie zien het waarschijnlijk. Ja, zie je? Oh, ik haat glitter. Ja, 2 kettingen valt wel meer op. Eén of 2. Ja, dat is waar. Nee, is dat beter inderdaad. Ik had ook deze kerstjes mee, dacht ik, maar die ben ik vergeten blijkbaar. Ja, gedacht. Ik twijfel of ik nog glitter doe, want ik haat glitter. Zal ik het doen of niet? Ik hou hiervan. Ik hou dus niet van verkleedfeestjes als je zeg maar echt. Oké, ik ben nu klaar voor het een en ander. Oké, we gaan. Hola, je moet hier ook kijken. Ga je hebben. Het heeft gewerkt. Zegt juf Evi. Ik had de doos helemaal naar achteren geduwd. Goed van u, juf. Maar Thijs weet dat het niet waar is. Vandaag samen heerlijk in de weilanden gefietst. Maar nu. Je krijgt vanzelf je stukje. Je hoort het vanzelf. Zonder geluid hoor. Kan iedereen een foto maken met zijn taart? Nee, maar wel een paar.
Alsjeblieft. Ik ben zo nat. Ik had een plastic zak over mijn hoofd, hè, besef. Echt, baby, en zoals je het ziet, helemaal de rage. Gewoon, zeik nat. Maar wat was het een succes, zeg, deze look. De kinderen vonden het echt fantastisch. Mijn spekje is een beetje nat. Daar ben ik alweer, baby. Ik zag een plastic zak in de gang. Echt zo'n doorzichtige, die heb ik over mijn hoofd getrokken. Het regent zo hard. Het is gewoon helemaal nat. Je ziet niet eens meer dat het nat is. Wat was het leuk, zeg. Echt, alle kinderen werden natuurlijk helemaal wild van deze oorbellen. Iedereen vindt het fantastisch. Ik hou zo van dit soort dagen die dus niet gewone schooldagen zijn. Echt gewoon eindelijk lekker tijd om te kletsen met de kids. En te knuffelen. En we hadden een hele leuke theatervoorstelling. Over, ja, etenverwerking en eten, snoep. En toen mochten er twee juffen naar voren. En toen ging ik en een ander. En toen moesten we een wedstrijdje doen wie als eerste een snoepje uit een bak water kon pakken. Maar die bak zat echt vol. Mijn hele gezicht was nat. Mijn oorbellen waren helemaal nat. En ik had dat snoepje heel snel. Alleen ik vergat dus zo te laten zien dat ik had gewonnen. Daardoor had ik niet gewonnen. Maar er werd ook een meisje gekozen. En dat is dat meisje die dus soms bij mij na school blijft. En die ik heel erg help. En ik heb gewoon een hele leuke band met haar. En zij werd dus gekozen heel toevallig door de actrice om bij mij te komen staan. Dat was echt super toevallig. Dus ik zei, hou mijn haar omhoog. Het was zo leuk. Ik heb hier nog glitter. De kinderen mochten, ik had mee naar school genomen, mochten ook allemaal glitter. Eigenlijk wil ik deze oorbellen echt vaker in. Mijn moeder had ze dus ook. Oh, ze zijn nu helemaal nat. Het wordt eigenlijk bijna niet meer droog. Dat kerstje was door die waterbak ook helemaal nat, dus die is inmiddels al af. Ik zou deze... Ik hou echt van dit soort oorbellen. Als ik ze nu uitdoe, vind ik het echt saai. Het haar zie je niet meer. Tijdens de voorstelling zat iemand mijn haar helemaal te doen. Schattig, ik had lekker iemand op schoot, lekker een beetje knuffelen, kletsen. Het was zo'n gezellige dag. Het voelt echt alsof ik maar een uur ben weg geweest. En nu heb ik dus meer dan 2 uur de tijd voordat ik weer moet. Nou ja, moet. Ik heb nog van 5 tot 6 bardienst met mama, dus dat is ook heel gezellig. En ja, vanaf 5 uur is het ook droog. Ik vind het zo leuk. En ik vind de haarkleur dus ook heel leuk als dit vast zit. Oké, ik praat alleen maar over uiterlijk. Sorry, maar I love it. Ik ga lekker even mijn gezicht schoonmaken. Mascara laat ik er gewoon op. En dan doe ik straks weer even fresh. Want dat vind ik altijd wel lekker. Al deze kleren laten drogen. Lekker een badjasje aan. En dan ga ik... Ik weet echt niet wat ik ga doen. Chillen. Maar... Heel leuk. En ik had dus ook voor andere collega's snoepkettingen mee en oorbellen. Die hadden die ook allemaal in en die haarclipjes. Dus dat was ook heel leuk om aan hun uit te delen. Deze gaan niet meer goed zijn, denk ik. Maar het was echt een groot succes. Leuk. Het was echt een hele leuke dag. En we hebben een theedoos gekregen van de klas. Met onze naam erop. Vroeger bij meesters en juffendag, weet ik nog, dan kreeg je... Gaven de kinderen volgens mij allemaal losse cadeautjes. En nu hadden ze dus een groepscadeau. Maar wel heel lief, want ze hadden het voor mij, voor juf Eline, voor de onderwijsassistent en voor de IB'er gemaakt. Best wel veel werk. En we hebben ook een ijsbon erbij gekregen. Maar het grappige is dat wij volgens mij voor de klasseouders ook... Ik doe altijd het liefst zelf een cadeautje geven, maar we doen het met de hele school hetzelfde. 10 euro ijsbon. Nou, dat is ook wel leuk. Moet ik niet vergeten dat ik die heb. Ik ga ook even lekker wat eten. We hebben dus hier... Super leuk, echt met je eigen naam erop. Dan hebben ze dus allemaal... Kijk, er staat ook echt Charlotte op het zakje. Oh, ook echt hele lekkere thee. Ik heb volgens mij die theedoos van vorige keer nog van Clipper. Dus hebben ze dat lief gedaan. Hebben ze dus gewoon thuis gedaan. Maar wat leuk. Hè, wat is dit dan? Wat heeft hij dat creatief gedaan? Oh, ze hebben wel echt heel erg hun best gedaan erop. Kijk, nou, ze hebben niet zomaar even een zakje versierd, wat ook wel leuk is. Maar ze hebben het echt helemaal fancy. Schattig. Deze glitters zijn dus wel een succes, want ze plakken dus meteen ook. Dus echt alle kinderen hebben dit op hun gezicht gesmeerd. Deze zie je helaas niet echt in je haar. Mama had een filmpje gemaakt. Ik vind het leuk om te laten zien of überhaupt mij eens naar te kijken. Oh, ondertussen is er weer iemand naast mij komen liggen. Vandaag voel ik me echt geliefd. De kinderen waren ook zo lief. Je merkt hoe graag de kids echt lekker met je willen kroelen en knuffelen. Vandaag voelde ik me echt zo'n dankbare juf. Op een normale schooldag is er gewoon zo weinig tijd voor. Oh, ik ben echt heel erg gezoomd.
Hey. Kijk hoe leuk die glitter. Ja, op een gewone dag heb je gewoon heel weinig tijd voor kletsen, knuffelen, een beetje rommelen. Je moet gewoon best wel veel doen op een normale dag. Dus ik vond het gewoon heel leuk dat dat vandaag kon. Heel leuk. En ik vind zo'n beetje thema dingen ook wel heel leuk, merk ik. Daar word ik wel blij van. Poesje dicht bij me. Komt ze meteen tegen je aan liggen, lieve. Ik heb letterlijk meer dan een uur gewoon hier op de bank gezeten met Poesje tegen me aan en foto's en filmpjes gekeken. En wat mailtjes gedaan. Ik had dus blijkbaar nog nooit de VVE betaald. Dus ik moest bijna €700 afrekenen net. Oeps. Meteen automatisch incasso ingesteld. En het ziet er hier nu nog zo uit. Ik ga even mijn natte kleren nu pas uitdoen. Een beetje aan het inkakken nu. Ik had trouwens geprobeerd, maar het is niet helemaal geworden zoals ik het wilde, maar al van die TikToks filmpjes van you've been wearing your hair the wrong way. Ik was bedoeld dat het een beetje zo kwam, maar kijk. Misschien kan ik het wel even filmen. Zo. Dat je dus, ik weet niet of jullie het zien. In plaats van zo'n staartje wat ik best wel vaak vroeger had, dat je hem draait. Maar, en dan dus nog een keer, maar het is niet helemaal gelukt. Ik heb hem dus 2 keer gedaan. Haal je hem er weer doorheen. Het wordt dan juist een beetje hoog te staan, maar hij was nu juist heel plat. Dus ik deed het wel goed, maar misschien toch niet. Ik bedoel, ik weet zeker dat ik het staartje wel goed deed, alleen ik heb het dus niet hoog gekregen. Au. Oh. De kinderen hebben ook nog helemaal aan haar gezeten, dus ik weet niet wat die nog voor look hebben gemaakt. Au. Het is zeg maar gedraaid. Zie je dat? Dus je hebt zo'n staartje. Dan maak je hem open en dan draai je het er zo doorheen. Maar het was niet, je zag het zeg maar helemaal niet. Maar het is wel een manier om dus je haar op een mooie manier vast te doen. Nou, ik heb het alleen maar over uiterlijk. Maar goed, het was dan ook een thema. Oh, ik had eigenlijk even moeten powernappen. Ik ben helemaal ingestort. Ik heb natuurlijk wel echt heel kort geslapen, maar het was heel leuk. Echt heel leuk. Alright, dit lookje weer. Time to go. Oh ja, ik heb weer een soort van dat geprobeerd, maar dan heb ik hem steeds doorgedraaid. En nu is het een soort van knot. Volgens mij is het best leuk. Ik weet niet hoe het van achter zit. Hij is niet perfect, want hij had eigenlijk strakker omhoog moeten. Maar het is maar zomerfeest, dus het boeit niet. Ik was een beetje aan het experimenteren en hier zit eigenlijk te weinig haar. Hier moet meer, maar ik dacht ik ga nu gewoon, want het boeit niet. Dus, bye! Lekker naar de bar met mijn moeder, gezellig achter die bar steen. Zo, nu heb ik wel mijn regenjas bij, maar hij lag in mijn meterkast blijkbaar. Ik ben zo blij dat ik deze van heb gekocht. Dat doen ze wel goed hier ook. Kijk hoe druk ze bezig zijn. Ja, dat kan. Dat was zo leuk. Wat een geweldig feest. Bizar goede organisatie zeg. Niet normaal. Ik heb net die knotjes uit mijn haar gehaald. En dat was één ellende. Ik had dus mijn allereerste klas, groep 3 op mijn vorige school. Daar had ik een hele bijzondere band ook met een meisje. Af en toe heb je dat met kinderen. En zij ging uiteindelijk naar de school waar ik nu werk.
En daar is ze inmiddels vanaf, zitten op de middelbare. Maar haar broertje zit nog op deze school en haar ouders helpen heel vaak met dingen. Dus heel leuk, op mijn vorige school deden ze dat dus, maar dus ook op deze school. En toen kwam zij ineens langs en toen hadden we even knuffel en toen hebben we net op het einde nog... Hoe ontstond dat eigenlijk? Oh ja, omdat ik uiteindelijk nog eventjes met een meisje uit mijn klas, met wie ik dus ook een hele leuke connectie heb, die nu dus in groep 3 zit. Daar was ik een beetje gezellig mee aan het kletsen, knuffelen met de moeder en zo. Maar optredens aan het kijken, toen zag ik dat dat meisje, die nu op de middelbare zat, dus wilde gaan zingen. En ik weet het nog van vroeger. En het ging uiteindelijk niet door, maar toen raakte we in gesprek. En toen zei ik van, nou, dit haar had ik in groep 3, een hele leuke band mee. Nu heb ik jou in groep 3, een hele leuke band mee. Bleek dat ze dus gemeenschappelijke interesses hebben met dansen. Er zaten een beetje filmpjes te kijken. Meisje danst op superhoog EK-niveau en zo. Nou, uiteindelijk ging het meisje ook nu in groep 3 dus weg. Dan heb ik echt nog anderhalf uur met het meisje die nu op de middelbare zit, zeg maar, gekletst over van alles. En zo leuk. Die is dan nu al 12, weet je wel. Dat was zo gezellig. Maar goed, ik ging haar dus even laten zien hoe ik die haarstijl had gedaan. Ze dus probeerde die eruit te halen. En zo was het zo'n grote klit geworden. En toen heeft ze net met een elastiek het er voor me uitgeknipt. Maar wat was het leuk om met haar bij te kletsen, zeg. Oh, zo leuk. Je kan zo'n bijzondere band opbouwen met kinderen. En dan zegt ze ook, ja, het is net alsof je een vriendin bent. Gewoon, ben je 31? Nee, heel leuk. Dat vind ik zo leuk aan dit. Ik vind mijn kinderen werken toch waanzinnig. Niet per se het voor de klas staan, maar het juist het, de band die je kunt opbouwen met kids vind ik zo mooi. Waanzinnig. Ik vind het niets leukers dan kind. Ik zeg ook tegen dat meisje wat nu bij mij in de klas zit. Ik kan niet wachten tot jij in groep 8 zit. En ik jouw musical kan zien. En sommige kids hoop je ook gewoon vanaf beide kanten dat je elkaar gewoon nog blijft zien. Omdat je gewoon zo'n bijzondere connectie hebt met elkaar. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat prachtig. En dat je nog sowieso kinderen ziet die nu al in de eerste zitten. Want mijn oudste kinderen zitten dus in de eerste. En dat die nog alles weten uit toen ze bij je groep 3 zaten. Dat je zo'n indruk hebt achtergelaten. Dat ik alle namen nog ken. Ik vind dat zo mooi aan dit vak. Zo bijzonder. Alle broertjes en zusjes. Die, oh, kom ik bij jou, juf. En dit is zo, ja, ik weet niet. Ik vind het zo leuk. Zo'n dierbaar vak in die zin. Echt leuk. En mijn mama achter de bar en mijn collega was ook waanzinnig leuk. Het eten was lekker. Heel leuk met ouders gekletst, met kinderen gekletst. Leuke fotootjes hebben ze. En ook een meisje die van school gaat. Die dan ja, ziet dat ze het eigenlijk ook weer zo jammer vindt. Want het is zo gezellig, weet je wel, op school. Het is zo'n leuke school. Dus helemaal top. Nu gingen sommigen nog naar de kroeg, maar ik niet meer. Ik ga lekker naar Spoesje op de bank ploffen en water drinken. Goedemorgen jongens, wat vinden wij van dit pakje? Wel leuk, hè? Het is heel mooi, heel flatterend. Het stomme is alleen, als je zo ziet lijkt het een heel mooi luxe stofje van een soort katoen, maar het is dus polyester. En van dichtbij vind ik het ook, kijk, een beetje een goedkoop printje, zie je dat? Echt €5 op de markt vroeger. Maar uit de verte zie je dat niet, maar het staat me wel goed. Want dit is heel groot, de armen, maar dit niet. We gaan dus onverwachts naar een festival vandaag. Maar ja, voor dit soort kleding is het niet warm genoeg. Dit is wel echt festivalachtig, zeg. Wel leuk. Ja, heel leuk. Oh, grappig, want dit is hetzelfde, maar dit staat echt heel lelijk. Dit vind ik echt oma. Ze hadden dus in het groen met roze en daar kreeg ik een nieuwsbrief van. Dit is wel raar, dit lijkt ook alsof je tiet hier hangt. Maar die was dus uitverkocht. Nou, deze is echt helemaal niet leuk. Wat apart. Gewoon niet bij mijn huid. Zo. Nee. Echt een soort 80-jarige oma pyjama. Dit is wel een heel leuk kleurtje. Deze is wel veel leuker als bruin. Maar hier zit dus zo'n patroontje op. En dat voel je dus hier aan de, bij je been. Voel je dat schuren. Dus ja, dan wordt het zo'n ding die je dan draagt als je leuk op vakantie uit eten gaat of zo. Sowieso is het niet echt een pakje voor een hele actieve wandeling. Maar toch vind ik de eerste het mooiste aan. Hebben jullie dat ook? Ja. Het lijkt ook alsof deze weer wat breder maakt of zo. Ja, en je hebt wel, je tiet wordt dus naar de zijkant gedrukt, waardoor je hier dus een tiet hebt hangen. Ik weet het niet met deze. Ik vind het kleurtje heel leuk. Maar, ja. Nou, wat vinden jullie? Nee, hè? Minder, hè?
anders of zo. Wow, kijk, hij heeft ons, zeg maar, mijn favoriete broodjes al meegenomen. Dus ik had gezegd hoe. Kijk hoe gierig. Normaal is dit echt 3 keer zo dubbel lekker belegd. Geen bos hebben ze erop. Nou, ze hadden geen komkommer. Ik zie ook helemaal niks hier. Wat slecht, want ik zeg altijd broodje Shell is het lekkerste broodje wat er is. Jammer. Ik heb een t-shirt aan. Nou, ik ben al klaar. Oh, het schoot in mijn nek. Ik ben ook zo aan het vijf. Oké, regenjasje erbij. Nog even een drankie. En dan gaan we als de trein. De trein gaat al over 40 minuten helaas. Dus hier is nog even dit. Even indrinken jongens, dat is vroeger. Ik voel me weer helemaal jong. Rara, waar ben ik? Als ze vanuit de camera zet, wordt dat ongemakkelijk. Nou, nee hoor. Hey. Ben jij er ook op? Leuk hoor. Wil jij ook nog? Fantastisch. Gezellig. Ik heb een bos naar gezellig. Ik heb een Shushu. Van Bas en Nicolette. Bassi. Dit is echt voor mij 15 jaar geleden. En smaakt die? Ja, maar als je er zeg maar meer neemt, dan wil je echt niet meer. Maar nee, nu is het wel lekker. Nu is het wel lekker. Ja, en je hebt wel, je tiet wordt dus naar de zijkant gedrukt, waardoor je hier dus een tiet hebt hangen. Fresh. Zo, ik ben echt fit. Dat is toch raar aan mij? Ik ben nu helemaal fit. Ja. Twee uur s'nachts. Jongens, het was heel leuk. Ik probeer mezelf scherp te krijgen, maar ik word niet echt scherp. Ja, je bent echt heel fris. Ja. Ja, het was echt mega leuk. Het festival is echt een aanrader. Vrienden gemaakt. Heel gezellig. Gewoon topsfeer. Hele goede organisatie. Ik had best wel slechte reviews gelezen. We waren dus naar Amsterdamse zomers spontaan gegaan. Dat was heel leuk. Toen gingen we nog eventjes besluiten om met een nachtbusje of vandaag gewoon een bus te gaan naar Leidseplein. Maar daar vonden we het echt wel, ja, het is gewoon niet meer wat het vroeger was. Dus eventjes gechilled en toen lekker naar Centraal gelopen. Want dat is wel zo, na zo'n avondje om nog even een stuk te lopen, half uur lopen, is wel echt heel lekker hoor. Het voelt echt heerlijk. Sowieso. De hele tijd buiten zijn is heel fijn. Wij houden allebei heel erg van buiten zijn. Zodra je ook in zo'n trein of bus zit, dan heb je weer die benauwde lucht. Echt, een festival is eigenlijk echt helemaal mijn ding en Haas ding ook wel. Gewoon heerlijk in de frisse lucht. En lekker nog met de laatste trein naar huis, 14:15. En nu is het, nou ja, wat is het? 14:30 bijna. Helemaal top. Ik voel me echt fris, alsof ik gewoon naar mijn werk kan nu. Bizar. Ik zo lekker, dan kom je thuis en lekker
2 zeepen en van die water wipes en lekker zeep en lekker je kleren uit en dan helemaal fris en voldaan. Heerlijk. Het was echt super leuk. Goedemorgen jongens, goedemiddag. Wij hebben echt heel lekker rustig aan gedaan. Lekker in bed gechilled en nu gaan we super lekker ontbijtje maken met zuurdesembrood, avocado, zalm, ei. Zoveel zin in. Heerlijk. Dit is nog die avocado van vorige week van de markt. Dat was helemaal zacht, maar alsnog is die perfect. Echt, die kwaliteit is bizar. Oké, het zijn echt hele kleine stukjes brood. Dus het wordt een beetje lastig. Dat kan wel. Die avocado is echt waanzinnig. Maar bij Bombina hebben ze dus van die ingemaakte ui erop. Wat hadden ze nog meer daarop? Een citroentje? Kappertjes volgens mij. Ik wil ook een keer van die ui in maken. Ik heb wel ui, maar dat is niet ingemaakt. Dus dat is veel te sterk. Oh, luxe. Wauw. Ik hoop dat het brood niet warm is, want dat vind ik vies. Warme zalm vind ik niet lekker. Nom 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 nom. Zo, nom nom nom. We zitten heerlijk in de zon. Oh, wat heerlijk. En ik ga lekker mijn matcha drinken. Hallo matcha. Hallo, hallo, hallo. Hi poesje, kom hier ook gezellig bij. Het broodje was zo lekker. Lekker wasje draaien. Zo, het is 4:30, haast weg. Lekker. De t-shirt had ik dus gisteren aan. Maar ik had de hele dag wel regenjas aan. Echt een heel lekker shirtje. Echt chill. Ja, ik ga gewoon lekker een beetje editen, een beetje chillen, genieten van mijn zondagje nog. En hij heeft nu lekker vakantie met zijn dochter. Oké, hij is al heel lang weg. Ik ga zo naar bed. Maar even zonder dolle, wat was ook weer de grap of de truc om te voorkomen dat dit in de droger gebeurt? Ik heb dus een heel dekbed vol met kleding. Die dus ook niet droog is waarschijnlijk, maar het zit helemaal in de knoop. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik krijg het er gewoon niet uit. Ik dacht, ik ga lekker vast in bed liggen. Toen dacht ik, oh nee. Mijn was zit nog in de droger en ik heb mijn bed verschoond. Maar dit is echt een ramp. Het gaat er gewoon niet uit. Het zit zo in de knoop. Ik zweer, ik denk dat ik hem open moet knippen. Echt, ik maak geen grap. Er zit hier echt heel veel kleding in, hè? Oh, ik ga met mijn hand in het gat misschien. Merk dat, oh, het is helemaal warm en alsof ik echt in een lichaam van een mens ga. Eww, of een soort, zo'n fop, een voel ding dat je moest voeden vroeger en dat er gewoon poep is of zo, warme poep. Het is helemaal warm en nat. Niet dat ik ooit heb gevoeld dat het poep was, maar oké. Okay. Ik maak je grap, ik kan het enige wat ik kan doen is nu spullen eruit toveren uit deze zak. Helemaal nat. Oh nee. En het dekbed dat ik nodig heb zit hier dus ook in. Het enige wat ik kan doen is uit dit gat. Het lijkt me alsof een bevalling van een koe. Weet je wel wat je soms ziet van die filmpjes. Het is zijknat ook. Jeetje mina. Nou, mocht je dus tips hebben. Ik hoop dus doordat ik alles nu eruit trek. Dat ik dan ook die knoop eruit krijg. Het lijkt me wel. Wou ik ondertussen zeggen dat ik de weekvlog ga afsluiten jongens. Als ik dit heb gefixt. Hoop ik dat mijn dekbed een beetje droog is? Nee. Nou ja, dan weet ik niet. Ga ik in ieder geval tanden poetsen. Supplementen nemen. En even mijn manifesteerboek lezen. Want daar heb ik echt al heel lang niet in gelezen. Ik denk al 1,5 week. Maar dit is echt ik kan echt alleen maar via dit kleine gat dingen eruit krijgen. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem heel erg leuk vond. Doe even je duimpje omhoog. Want bij mij doet maar 2,5% van de mensen die kijken zijn duimpje omhoog. Sorry jongens. Volgens mij is er geen enkele andere YouTuber met echt wel een leuke following zoals ik. Waarbij zo weinig mensen een duimpje omhoog doen. Dat kan echt niet. Als ik kijk naar vergelijkbare kanalen krijgen ze 4 keer meer duimpjes. Terwijl jullie, ik heb bijna geen haters en alleen maar lieve volgers. Dus daar gaat iets mis. Dus doe dat even. Reageren is ook heel erg welkom. Mijn views lopen hartstikke lekker. Dus dat is fijn. En volgend jaar ga ik natuurlijk op woensdag werken. Dus dan ga ik wel mijn uploaddag naar vrijdag doen. Dus misschien doe ik dat binnenkort al. Maar morgen zijn mijn laatste 2 werkdagen. Dus voor de vakantie hoeft het in principe niet. Ja. Ja. Het kalfje is geboren. Bijna. Ik dacht ik film nog even door. Misschien willen jullie zien hoe dit uiteindelijk, ja. Oh, bedankt. Jongens, ik zie jullie volgende week weer op Insta. Doei.